Goedendag allen en welkom bij Leer Duits met Roland. En in dit hoofdstuk 10 C, gaan we het hebben over de doenvormen. En hebben we misschien een vraag, hebben we zoiets niet al gehad, maar dat hebben we zover ik weet het Duits nog niet gehad. En we hebben, en je zou misschien ook verwachten dat de doenvorm, dat is zu tun, dus zu tun, want dat betekent letterlijk te doen. Maar dat is niet zo, want de vorm zu tun op zijn Duits is toekomstig, dus als we wanneer ik zeg wat in het heden gebeurt, dus wat nu gebeurt, dan is zo doen niet goed, omdat zo doen op zijn Duits de toekomstige tijd is. Uiteraard kennen wij geen toekomstige tijd, maar Duits kent zowel toekomstige tegenwoordige als verleden tijd. Dus voor tegenwoordige tijd moet je op het Duits een ander werkwoord gebruiken. En dat is het werkwoord machen. En inderdaad, machen betekent niet alleen het werkwoord doen, maar eigenlijk ook maken. Dus zowel maken als doen is op zijn Duits hetzelfde als in de tegenwoordige tijd. Dus hier hebben we de persoonsvorm en dat is dus ich mache. Dus ik doe. Ich mache. Ik doe. En ja, afhankelijk van de context kun je natuurlijk ook, als je echt wat aan het maken bent, kun je natuurlijk ook, is het natuurlijk ook ik maak. Dus, maar in de doelvorm, om even in de doelvorm te blijven, is het dus ich mache, ik doe. Dus du machst, jij doet. Du machst. En dan verder, er macht, dus er macht, sie macht, wir machen en sie machen. Dus, sie machen, herinner dat net zoals bij ons, dat zowel een zij, de zijvorm zowel een enkel als een meervoud kent. Dat is dus ook op zijn Duits zo. Hè. Dus sie macht, sie machen, als het meerdere personen zijn. Hè. Oké, dat was hem, deze Duitse les voor vandaag. Bedankt voor het volgen van deze Duitse les. En auf Wiedersehen.